Strijders, welkom bij een nieuwe video weer op The Road to Glory. Camavinga is de doelstelling van deze week. En dat is echt een kaartje om u tegen te zeggen. Van zichzelf al. Maar vooral omdat Real natuurlijk best wel snel 5 overwinningen kan pakken. Er wordt veel gezegd over dat hij niet echt een speler is die snel in vorm zal pakken. Kan ik me in vinden. Maar het is op zich de moeite niet om deze kaart vrij te spelen. We hoeven niet veel meer te doen. Zoals je ziet hebben we die eerste 3 tapjes al af. Het enige wat we nog moeten fixen is deze. Gaat naar Madrid. Maak in 12 verschillende wedstrijden een doelpunt met La Liga spelers. We hebben nu in 11 wedstrijden een doelpunt gemaakt met La Liga spelers. Als ik dat fix, dan is die kaart binnen. Verder is er eigenlijk niks gebeurd. Je ziet dat het aantal munten misschien wat is gegroeid. Dat komt doordat ik net een Road to Glory video heb opgenomen met dat Jog op de veteranen. Maar daar heb je natuurlijk 2 accounts voor nodig. Ingelogd met dit account. En dus zijn we in 1 klap door 2 overwinningen, of 3 overwinningen zelfs, en mijn verdubbelbonus aan van divisie 8 naar 7 gegaan. Dus we zitten al in 7. Je ziet nog steeds het vlammetje branden links onderin. Dus we maken sprongen bij elke overwinning. Rivals gebeuren komen we later op terug. Deze video staat echt even in het teken van die Camavinga. Vooral ook om voor jullie te kijken of het wat is. Alles met deze selectie gespeeld. Ja, we moeten dus nog scoren met een La Liga speler. Dat is het enige. Dus dat wordt met Porto of deze man Alex of Morales. Morales is toch wel een klein geitje. Dit is onze tegenstander. Ja, dat soort teams zie je continu. Kijk, als je die Camavinga vrij wil spelen, heb je waarschijnlijk niet alle monsterploeg. Anders ja, is het de moeite misschien niet waard. Maar goed, weet je wat sowieso lekker is? Hij is allround. Hij is Frans. Ze spreekt een beetje Frans. La Liga, weet ik niet wat interessant is, maar hij is Frans. Dat is altijd goed. Hier is Porto, scheidspingel. Dat is heel snel. Krijgt hij nog rood? Moet hij alleen niet weggaan? Morales. Moet het doen. Come on. Hij doet het! Morales. En dan gaan we kijken. Arne FC. Ja, hij is weg. Dat is wel heel snel. Beter kun je het niet treffen. Zeker als je een video opneemt. Even kijken, dan zou hij binnen moeten zijn. En dat is hij. Gaat naar Madrid. Camavinga. Vorig jaar natuurlijk nog League 1. En nu is hij hier. Dit zijn toch wel mooie animaties, vind ik. Het is een roze rand. Het is een once to watch. Ja, het is een beetje zo'n... Met wie kun je hem vergelijken? Eigenlijk is hij nergens echt goed in. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Nee, ik ben wel benieuwd naar die statistiekjes in detail. 4 sterren skill, 80 dribbling sowieso. Hij moet heel fijn zijn aan de bal. Is niet super snel. Schieten kan hij zeker niet. Dus het is sowieso niet iemand om op 10 te zetten. Staande tackle 78 is wel hoog. Het is echt een kaart met potentie. Ik hoop dat hij gewoon flink veel gaat spelen bij Real nog dit seizoen. 1,82 ook. Dat is nog redelijk lang. Linkspootje, hoog, hoog. Wat is zijn stamina? 80. Oké. Nou ja, interessant. Hij is in elk geval binnen. Zoals gezegd, nu dus gelijk in divisie 7. Het enige is dat ik even moet kijken hoe we deze man in vredesnaam gaan inpassen. Dat is eigenlijk niet te doen, want we hebben helemaal niemand uit La Liga. Eigenlijk moeten we die Danjema even hebben. Danjema Groeneveld. Oké, ik koop deze man even. Dit is gewoon voor nu eventjes. Dit is natuurlijk niet super. Kan ik hier nog een... Nee, dat hebben we ook even niet. Ja, dit is even niet ideaal. Maar ik wil hem gewoon even 1 pot proberen. Malen met Promes. Camavinga hier zo als linkspoot. Perfect. Instructies. Ja, blijft hij achter. Nee, zijn ze allebei gebalanceerd. Dit is even hoe we het gaan doen. Laat even weten wat voor leuke oplossingen er zijn. Wat helemaal gruwelijk zou zijn, is eigenlijk als we van die linkerkant iets kunnen maken met Saint-Maximin. Die kost 18k. Maar dat is allemaal voor later. Ik wil hem gewoon 1 pot in actie zien voor jullie. Om te bepalen of jullie hem moeten gaan vrijspelen. Tapsoba zag ik daar volgens mij ook. Bellingham. Ook Malen in de spits. Echt een veelgebruikte kaart, die Malen. Zo, waar loopt hij helemaal, joh? Kijk dan. Loopt bijna in de spits, joh, die Wouws. Hier heb je hem. Hier is de skill dus. Hops. Lemar. Oh, dat is ook een klein manneke, hè? Maar waar loopt hij nou helemaal, joh? Waarom gaat hij helemaal daar lopen? Dit is hem. Camavinga. Oeh, dat was niet goed van mij. Oh, Camavinga. Assistje. Ik weet het al. Ik heb mijn tactiek nog niet op ultraverdedigend gezet. Vandaar. Oh, apart. Ziek. Die formatie. Oh. Dat is die 4-5-1 formatie, waardoor hij dan zo hoog gaat lopen. Dat is dan dus de positie van die linker aanvallende middenvelder. Ah, hij voelt wel fijn, hoor. Hier heb je hem. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Camavinga. Het is ook een lekkere naam. Dat is ook niet onbelangrijk. Gewoon een lekkere naam om uit te spreken. Mooi kaartje, once to watch. Lekker guitig, juichend Becky. Ah, hier, hoppatee. Bal voorover, wat had hij daarvoor? Staande tackle 78 in elk geval. Dit kan wel eens een beetje zo'n Renato Sanchez verhaal zijn, weet je wel? Hij is nergens echt mega goed in. Die Sanchez heeft ook elke keer van die kaarten van een rating van 80. Maar dit kan wel eens wat zijn, hoor jongens. Heb je hem weer. Camavinga, houdt hij hem binnen. Dat doet hij. En dan, ja, dit is niet normaal. Hij heeft volgens mij een goal en 2 assists.
Of niet? Volgens mij wel. En Promesje prikt hem binnen. Dan moet ik ook zeggen dat die tegenstander niet super is. Ik bedoel, we hebben het over divisie 7 op dit moment. Maar goed. Daar gaat hij, Camavinga. Hoppa. Weer een assist. Ja, easy as it gets. Salemo. Kom maar jongen. Pleiten. Mooi geweest. Douchen. Hij is heel vaardig hoor. Hij kijkt dan. Kijk hem draaien voor zijn lengte. Echt wel... especial. Hop, loopt hij weer door. En afronden. Oh. Nou, Camavinga, maak ons nog even één keer blij. Dan is het een makkelijke pot uiteindelijk. Oh. Oké, jongens, de laatste aanval. Maar het is duidelijk. Dit is echt een pareltje. Die Camavinga kan echt wel zo'n Renato Sanchez type worden. Ik ben benieuwd. Een paar informpjes. Het kan wat zijn. Weet je, het is in elk geval de moeite niet waard. Je gaat er denk ik geen spijt van krijgen. Zeker als je nog een vrij basic team hebt. Je zoekt nog wat Franse linkies. Onze verdubbelaar blijft actief. Dat is ook lekker. Alleen nog even kijken hoe we ons team volgende week iets gaan upgraden. We hebben eigenlijk even wat geld nodig. Dus ik moet nog even rivals grinden. En ik moet die voor Champions Playoffs hier nog op spelen. Maar blij met deze toevoeging. Kan geen kwaad, jongens. Als je twijfelt, zou ik het in elk geval doen. Thanks voor het kijken. Volgende week sowieso weer meer Road to Glory. Dit weekend ga ik live even die voor Champions Playoffs spelen op de main. Op het Monster account. Waar ik nu in divisie 2 zit trouwens sinds vandaag. Ik zag dat er iets van 150 man nu in die elite divisie zitten. Ik denk dat het echt lastig wordt om daarbij te komen. Het gaat langzaam. Divisie 2 in elk geval. Thanks jongens, tot snel. Adios. Ciao ciao.